Je ziet Zero in deze lijn een beetje van de rust set. Omdat er van Metallica zeg maar mee is verbonden. Zoals je kunt zien. En dan heb je ook nog dat skill van Metallica en hier niet meer. Maar ja, ik doe deze headstand wel voor bij de gameplay erbij. Verder hoort deze weapon bij, deze pickaxe. Ja, neem maar twee headstands. Hetzelfde geldt voor de pickaxe. En we glijden. En daar hebben ze ook maar één headstand. Kijk meer bij de Battle Pass. Ja, kan ik wel die emote hebben bij nu trouwens, want die heeft er ook bij staat hier. Van de, zeg maar met de helm op, dan laat ik alleen maar deze stylus in. Dat maakt helemaal niet uit als ik de skin verander, want dan blijft het toch hetzelfde. Zoals je kunt zien, blijft het gewoon hetzelfde. Ze hebben de extra varianten, dus ik laat alleen maar deze maar zien. En voor de eerste stijl alleen deze.
Ik heb nu deze headstel aangezet en dat is ook de headstel voor de bevelling voor, de pickaxe en de glider. Ik dus voor de rest alleen maar deze headstel zien, gewoon omdat het alleen het shirtje verandert. Net zoals je zegt, als je zeg maar een extra stel pakt, dan verandert het niet echt zoveel aan de achterkant zoals je kunt zien. Het blijft gewoon hetzelfde, alleen het shirtje is anders. Dit was dus een game van de Rust set, oftewel van Metallica ook. Bij deze stels. En zoals ik al zei, ik heb deze niet gedaan, gewoon omdat hij heel veel op de andere lijkt. En deze ook niet, want die lijkt ook gewoon heel veel op. Zo, bij deze bubbling met twee headstels. Deze pickaxe. Deze glider. En deze rep. Je krijgt hem dus hier. Oh ja, deze emoticon helemaal weer. Of iemand bedoel ik. En bij de rest zit er ook bij. Deze is dan voor de bowling. En dan heb je daar een stel voor de skin. Voor de glider. En ja, dat was eigenlijk wel voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.